Welkom bij de special, de Piepshow, piep, Piepshow piep, piep show. special inderdaad. So um, piep, show. Inderdaad, we hebben al een gewone Piepshow gedaan uh, eerder deze week over PlayStation en Xbox en de aankoop van Activision Blizzard en of het nou wel of niet door mag gaan, bla bla. Dit is een beetje een special. Uh, het leek mij namelijk even leuk nog om terug te kijken op de Gamescom. En dan niet over uh, welke games zijn eruit gekomen. En wat was vet en wat was niet vet. Maar gewoon de impact van de beurs. Ja. Wat was het voor een beurs? Uh, waar gaan we naartoe? Uh, werd het serieus genomen door de industrie, door de media, et cetera, et cetera. Jij bent er uiteindelijk wel nog een dag geweest. Ja, ik ben op een publieksdag geweest. Ja, je bent ook echt gewoon voor de lol gegaan. Een ja. Keertje. Ja, met, uh, met mijn zoon ben ik daar geweest. Had je lol? Nee. Nee. <laughs> nee, ik vond het opvallend. En ik heb dat wel eerder gehad: dat ik me afvroeg dat heb ik eigenlijk altijd bij die beurzen van wat is nou het plezier hier ja. en dan had je bijvoorbeeld uh, de E3 weet je biedt uh, relatief weinig de beurs zelf biedt relatief weinig entertainment maar is voor business ja. dus daar haal je content uit dat is dan leuk uh, Tokyo Game Show is heel leuk daar is heel mm -hmm. veel content uh, Gamescom zat altijd aan die aan die Tokyo Game Show kant omdat het een publieksbeurs was ja. maar het was nu echt um, Laat ik zo. Ik ben op vrijdag geweest. En het mm -hmm. was gewoon ronduit rustig. Het was, okay. niet, het was niet leeg of zo, weet je. Maar ik kan me herinneren dat je gewoon de roltrap niet op kon. Zo druk was het. Nee, Dat, dat even, was nu absoluut niet. Ik zal zo. nu even aangeven 265.000 bezoekers, dat is wat de Gamescom zelf aangeeft. Ik bedoel, mm -hmm. die, ja, goed, dan moeten we ze dan maar op vertrouwen. Uh, 25.000 mensen uit de industrie daarvan, dus media uh, en 1100 exhibitors uh, in 2019, dat is dus. Pre-Corona, dat was het laatste normale evenement. 373.000 bezoekers, 31.300 uh, industrie en 1.153 exhibitors. Dus inderdaad, uh, ruim 100.000 mensen minder. Uh, ook minder mensen uit de media en opvallend genoeg evenveel exhibitors. Maar ik ben even gaan rondkijken. Um, ja, wat is dan een exhibitor? PlayStation was een exhibitor. Dat is zo'n hal. Uh, maar tegenwoordig iemand die bij wijze van spreken een kraampje heeft met twee poppetjes erop, is ook een exhibitor. Dus ja. daar verschilt het hem toch wel in. Um, ik heb wel wat beelden gezien, wat foto's. Dan was het nog steeds wel druk. Maar mm -hmm. je hebt wel gelijk. Het is niet meer die manie van vroeger. Nou, en ik, ik had meer qua content vond ik ja. het niet zo boeiend. Dus het uh, uh, weet je, je zag veel. Um, de gamepartijen waren redelijk klein. Weet je, Ubisoft, ja. Sega heb ik gezien, Microsoft hadden relatief kleine stands. Ja. Je, Microsoft was een hele, ja. hele hal, maar die hadden nu echt gewoon een klein standje. En uh, wat je wel veel zag, was de IKEA gaming lounge. en de McDonald's gaming lounge. en de, weet ik Ik zeg maar wat hoor. Team Mobile ja. gaming launch, dat soort shit had je dan heel veel. Uh, en veel opvulling ook. Weet je, ze hadden natuurlijk ook een retro gedeelte en shirtwinkeltjes en dat soort dingen. Uh, er was veel meer ruimte tussen de stands. Dat was opvallend. Um, ja, ja maar... één hal minder en meer ruimte ertussen, ja. ja. En, je, en, je, en je zoontje, bedoel, je, bedoel kijk, wij kijken het altijd heel erg van wat we gewend zijn. En dan heb je al gauw iets van, ja, waar, waarom gingen wij naar die beurs? Voor Deel voor de gezelligheid, maar al steeds meer ook van, kijk, we willen gewoon die nieuwe games zien. En als er ja. vette nieuwe games zijn, dan is zo'n beurs voor ons al heel erg geslaagd. Ja, zoontje gaat daar gewoon voor de lol heen. Is dat, is dat, vond hij het tof of... Uh, nee, hij, hij vond het zelfs nog minder dan ik. Hij, maar hij was niet heel veel gewend. Weet nee. je, niet veel van de, de kinder first look. Maar ja, dat is natuurlijk lachen. Want dan ik kan ik zorgen dat hij al van binnen komt. Ja. Maar het ding is, hij is nog geen twaalf. Nee. En wat ik vergeten oh, was: fuck in Duitsland, ja. Dat ja. je fucking Duitsland helemaal niets mag. Nee. Dus uh, wow, vergeet ja, het maar, maar dat je iets kon spelen. Weet ja. je? Dus dat, dat was echt. Nou, ik like, zo. We waren we waren ook snel weer weg. Het ja. was gewoon, uh, het was uh, uh, ja, het was gewoon heel zwak. En ik ik vind dat, uh, ik vond dat op zich interessant. Er waren ook relatief weinig kinderen, mm -hmm. um, maar ik vond ook dat het um, het biedt gewoon weinig uh, entertainment. Ja. Ik bedoel, tuurlijk, je kan in de rij gaan staan, twee uur lang en dan een game zien. Um, ja, dat, dat is leuk, weet je. Maar er, er zat altijd een heel ding omheen. Van elkaar ontmoeten. En, ja. Uh, toffe hangouts. Dat was nu allemaal niet. Het was allemaal... Het had een soort lulligheid. En het bizarre is, die, vond, die lulligheid vond ik een beetje Nederlands, weet je. Yeah. Ook dat als zo'n beurs niet echt lukt. Dan ga je last minute maar de meest krankzinnige shit naar binnen fietsen. Ja. Om het maar vol te krijgen. De Duitse boendes weer. Het leger stond er. <laughs> en er stonden twee een beetje dikke gasten stonden bij een soort scootmobiel. En er was een chick die er ook niet al te fit uitzag. En die had een van tafeltje had ze een, een zo'n lege rugzak, die slitsen ze dan open en dan zaten er dan verbandjes en liet zien wat er allemaal in de ja, tas zat. Ja. En er stonden twee verveelde gasten stonden te kijken. Weet je? Ja, het gewoon, ja, ik weet niet, het was gewoon allemaal heel erg opvulling. Ja, ja, het is, het is, het is wel. Weet nou, je dat dan, ook een ding? Van, ja, ja. ook op. Vroeger had je altijd dat die dan stond er een dikke auto, weet je, ja. een racing game, dat is, weet ik van, en voor een nieuwe Porsche, weet ik wat. Nu hadden ze allemaal een soort van Kias en ja, een ja. soort van hele goedkope uh, kutautos, helemaal ook niet bestickerd of weet ik. En ik had er steeds waarom, weet je. En ik denk dat zij dan zoiets van ja, millennials willen dat of zo, weet je. Die ja, of willen... gesponsord misschien? Ja, misschien. Ja. Ik weet het niet. Maar ik, ik had er steeds van ja, sorry, maar waar zijn die, waar zijn die M3's die volledig ja. door het dak getuned zijn? Was er allemaal niet. Ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik ik, ik ben er zelf niet geweest. Uh, ik heb het tijdens mijn vakantie ook eigenlijk helemaal niet gevolgd. Um, toen ik thuis kwam, heb ik wel even gekeken, gewoon ja, welke games uh, zijn er. En um, ik, ik vind altijd leuk, uh, voor mij een goede manier om te kijken of het een beetje tof is, om, om, om altijd even naar de awards te kijken. Er zijn officiële awards. En als ik dan bijvoorbeeld even kijk, en daar zag je in één keer de karakterverandering van deze beurs. He, bedoel, we hebben het over Bex. best dit jaar best action-adventure *Lies of P*, um, best action-game *Metal Hellslinger*, best family-game *Paper Trail*, best, uh, best RPG *Lies of P*, um, best simulation-game Ixion. ja uh, yeah, best most original-game *Ikoolinaati*. Nou goed, allemaal namen dat. In die Indie, Indie, Indie. Nou, natuurlijk, er, zit, er, mm -hmm. er zitten veel leuke dingen bij. En Dan kijk ik naar 2019, wat dus de laatste game uh, laatste jaar was dat het full force was. Uh, toen had je uh, best action game, uh, Doom Eternal. Um, beste. Uh, racing game, a uh, grid. Um, uh, Dan uh, beste playing game, Wasteland 3. Beste simulatie game, Planet Zoo. Uh, Roller Champions, Desperados 3, Dreams, uh, Gears 5, um, Legend of Zelda: Links Awakening was beste, uh, beste Nintendo. Ik bedoel, grote namen. Ja. En um, je zag het van tevoren al aankomen, omdat er zo weinig partijen waren uh, die er die, 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 die grote partijen en ik heb de afspraken weer gedaan en uh, normaal moet ik echt drie kwart afzeggen omdat het gewoon te veel is en nu had ik er net genoeg om uh, in ieder geval een soort van basiscontent te hebben. Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel veel gedaan met, uh, met de dames van, um, uh, van Cosmo Cover, dus de de, de, de Indie ja. Games, de Wolf Games, hele toffe toffe dames, ook, ook hartstikke leuke games, maar dat waren altijd games die we altijd eigenlijk een beetje oversloegen. Want die ja. grote games zijn gewoon... commercieel belangrijker voor ons platform. En nu ja. in één keer waren het allemaal van dat soort games. En Jelle zei het ook wel. Van, aan de ene kant was het mindere beurs. Aan de andere kant vond ik het nu wel een keer leuk... Nee, maar, om die indie games te bekijken. Maar, 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 ja. maar uit, vanuit dat, dat journalistenperspectief... is het ook leuk. Het is gewoon ja. leuk om naar die... en er zijn feestjes en dingetjes en een barbecue. en blablabla. Dat is er allemaal wel. Dat, ja. dat is gewoon leuk eraan. Als gewone bezoeker krijg je dat niet mee. Dus dan is dat nee. gewoon allemaal niet. Dus dat... Uh, ik, de waren Ook wel wat Kees, maar ik vond het echt. Ik vond een aantal dingen echt exemplaris. Ik vond bijvoorbeeld Ubisoft had een, uh, een, 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 misschien een van de grotere stands, ja, uh, helemaal gevuld met um, Skull and, Bones. Skull and Bones. Ja. Een game die ze zelf al eerder in een eerder stadion gecanceld hadden <laughs> en waarvan ze zeiden is niet goed genoeg. Ja. Um, iets anders hadden ze niet. Weet nee, je? ja, ja, bizar ja. Um, uh, uh, Microsoft had ze op zich een wat meer diverse standaard. Had je van alles en nog wat heel veel Indies, echt ja. heel, Maar goed, onder het Game Pass uh, paraplu maakt dat ook nog wel enigszins sens om mm -hmm. dat soort dingen te laten ja. zien. Um, nou ja, weet je, Nintendo, Sony, dat was er allemaal niet. Weet je, Activision, uh, EA, ik heb ze allemaal niet gezien, was er niet. Nee. En dit is ook wel wat er nu aan de hand is. Weet je, die triple E gamesindustrie is echt kapot. Het is echt. Mm -hmm. het, 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 ja, het, serieus, het gaat gewoon niet goed. Weet je? En ja. nu, nu beginnen we dat echt te zien. En we staan aan de vooravond van de grote economische recessie sowieso. Um, dus dat is één ding. Weet je, dat is waarom uh, al die partijen nu een soort van. Eigenlijk wanhopig aan het morrelen zijn aan de strategie. Want ze moeten iets mm. anders. Ze moeten hun kosten drukken en ze moeten uh, meer producten, whatever. Ze hebben meer revenue nodig. Dat is allemaal lastig. Een ander ding wat ik heel exemplarisch vond, is dat uh, het allereerste persbericht wat ik kreeg na afloop van de beurs, dat kwam bijna op die vrijdag kwam dat binnen. Mm -hmm. Ik weet niet of je ook gehad hebt, ik denk het wel. En die ging erover dat ik dacht. van nou, ik, ik klik erop, ik open. Ik kijk, hoeveel bezoekers waren er vandaag. En het was een of ander verhaal over dat de politiek de Gamescom omarmd had. Ja, ja. En uh, dan ging ze uitleggen van uh, de burgemeester van Keulen was. Er, ja, ja. En uh, is wel vaker zo. Merkel heeft het een keer geopend, volgens maar mij. Maar Merkel, er was helemaal geen Merkel nu. Nee, het, ja, was het was, burgemeester, echt, ja, het was ja. erg, echt extreem lullig. Ja. Maar ik had zoiets van: waarom is dit een persbericht waardig? Weet je? Ja. Ik bedoel, zeker buiten. Duitsland of buiten het gebied Keulen is dit non-informatie. Mm -hmm. Hoe kerst welke politici op die beurzen afkomen. Maar blijkbaar was het belangrijk. En ik snap het ook. Want waarom? Omdat uh, je zit in Duitsland met een groot uh, imagoprobleem. met die evenementen. Ze zijn daar nog niet voorbij hun coronahysterie. Mm -hmm. Dus het is een beetje. daarom stond er ook bijna niemand. omdat in Duitsland is gewoon, ze zitten nog met één been in die mondkapjes-bullshit. Mm -hmm. Dus ze hebben zoiets van, ja, kun je dan wel... is het dan wel oké okay om dan bij zo'n groot evenement aanwezig te zijn? Ja. En ik denk dat de Gamescom, die heeft daar heel erg mee gestruggeld En die had zoiets van, nou, laten we dan... Een persbericht eruit sturen dat de politiek zegt dat het oké okay is. Je, ja. Die zijn er. Die vinden het fantastisch dat er weer een beurs is. Weet je, dat, maar blijkbaar heeft de Duitse gamesindustrie dat nodig om daarin te gaan. Maar ik vond het heel raar. Ik denk dat er andere problemen waren waarom de, de industrie daar niet stond. Um, maar het was gewoon een van de vele na ja. nagels aan de doodskist van die, van die triple e Ja, ja ik, ik, bedoel, ik heb ook even gekeken naar de Tokyo Game Show. Uh, wat daar dan staat, dat houdt ook niet over. En ja. je ziet... Wat ik heel opvallend vond, is van... Um, ze hadden een openingsnight met, uh, met, met Jeff natuurlijk weer. Mm. Uh, even kijken. 12 miljoen mensen hebben dat bekeken. Uh, in totaal hebben ze 130 miljoen views gehad met al hun social media. Dat klinkt heel veel, maar dan denk ik voor zo'n gigantisch ja. uh, evenement. Hè. Dat gaat om elke, elke post die ook maar iets met Gamescom... Uh, die, die rekenen ze mee. Vind ik wel meevallen. Um, daar zaten niet... De echte hele grote games bij. En wat ik opvallend vind, jij zegt ook: Ubisoft. Die uh, had Cullen Bones. Cullen Bones, daar draait het helemaal over. Nou, dat is eigenlijk bizar. Dat zonder wat ik begrepen heb, de langste rijen bij. Omdat het toch de meeste mensen die daar naartoe gaan, die gaan daar toch voor. Die grote titels. Voor hun ja, die indie games, die, die vinden ze misschien wel leuk, maar daarvoor ga je niet ja. bij wijze van spreken 40 euro neer. Je wil uh, de, de Call of Duty's, je wil, je, je wil God of War Ragnarok spelen. Je wil de Nieuwe Legend of Zelda spelen. Nou, Skullen Bones was dan nog in ieder geval zo'n grote titel. Terwijl die eigenlijk best wel tegenviel, weet je. Die game is niet zo heel erg tof. Een aantal dagen, nu 10 september, dus. Um, uh, nee, een paar dagen later maakt Ubisoft bekend. de nieuwe Assassin's Creed. Waarom doe je dat niet daar? Hè? Dat bedoel ik, van waarom ja. doen ze dat niet daar? Waarom um, heeft Nintendo. Uh, waarschijnlijk deze week. Een grote Nintendo Direct rond Legend of Zelda, ook niet op de op de Tokyo Game Show. Waarom gaat Sony? Maar Nintendo is nooit op de Tokyo. Game nee, oké, okay, maar waarom gaat, gaat Sony nu ook weer een hele grote uh, 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 online evenement doen? Uh, een aantal dagen na. Maar het is, de je ja, De vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Dit is natuurlijk iets wat we al vaker besproken hebben. Sterker nog, wij hebben dit dan de lijf ondervonden met First Look en dat is ja. ook een van de redenen dat we First Look niet meer doen. Die industrie is weg van die fysieke evenementen. En er zijn dat er altijd ik ook ja. Er zijn er altijd nog wel een paar die het doen, maar um, de industrie is weg van die fysieke evenementen. Ja. En dat zie je hier ook. En dat Ubisoft er nog staat en uh, Sega er nog staat. Oké, okay, weet je, er zijn er altijd een paar als laatste. Maar reken maar dat de partij die weg Zijn volgend jaar niet terugkomen. en de partijen die nu nog staan, volgende week of volgend jaar achter een oren krabben en zit ze van ja, ik weet niet of we dit nog gaan doen, nee, en het is ook begrijpelijk. hè. Ik bedoel, je zegt het zelf. Jeff Keely met zijn fucking shit. 12 miljoen views op die livestream. Mm -hmm. Hoeveel bezoekers zei je? 260.000. Nou, ja. reken maar dat de, weet ik veel, de kat die toevallig naar binnen is gewandeld, is ook meegeteld. Weet je? Ja, ik dat, bedoel... dat oppompen van cijfertjes, dat, uh, dat doen tuurlijk, evenementen altijd. Ja. Dus dat, ja. Laat je effectief gezien met je stand een keertje 100.000 mensen bereiken. Nou, dan heb je het wel gehad, weet je. Ja. En, en dan Jeff Keely doet er 12 miljoen. Het is logisch, die tijden zijn voorbij, weet je. Alles gaat naar online toe, ja. en dat, um, ja, dat gaan we gewoon. Nou ja, en iemand, zo een journalist, die zei ook al van, ja, het is eigenlijk belachelijk, want er is niks leukers en niks belangrijkers dan live een game spelen. Ja, maar die tijden zijn ook voorbij, want je kan met een beta of, of, ja. of, je kan het nu thuis ook zelf spelen. Dus ik geen vond, evenement meer nodig. Ik vond dit zo kenmerkend, en we hebben het al een aantal keren gezegd. Dus de, de, die hele grote jongens. Xbox is eigenlijk de enige nog. En ik weet eigenlijk ook niet waarom. Want ze draaien nu goed met Game Pass en al dat soort dingen. Ze hebben dat niet meer nodig. Uh, maar toch nog probeert een beetje dit soort dingen te ondersteunen. Beetje halfhartig. Want ze gaan ook niet met hun nieuwste games daar staan. Ze zetten ook niet even een demo van Starfield neer. Ja. Uh, wat ze misschien uh, hadden kunnen doen, hadden ze gigantisch gescoord. Maar blijkbaar is dat eigenlijk al niet belangrijk genoeg meer. Uh, vinden ze dat toch het niet waard. Nou, of de game is nog niet klaar, of weet ik veel wat. Die kleine partijen mm -hmm. voor de Devolvers is het wel heel belangrijk, ja. weet je wel. En daar kom ik een beetje ook bij, waar het naartoe gaat, dat ik denk van, um, en dat is een beetje wat jij bedoelt met het schizofreen. je Je hebt nu, je hebt nu de, de, ik noem het nog maar even de Pax-evenementen, wat, wat wat eigenlijk een meer een soort van gewoon een kermis is met gaming, weet je wel. Van als jij gaming tof vindt. Uh, Let's go, weet je? Het, het, het is niet belangrijk dat er een hele dure stand staat. Voor kids maken ze gewoon een soort van grabbelruimte waar mensen allemaal gewoon games kunnen spelen. en ge Gewoon gezelligheid, weet je? En gewoon elkaar ontmoeten. Het belangrijke is: je ontmoet elkaar uh, als gamer. En dan ga je weet ik veel. Je gaat, gaat, gaat cosplay doen. Of je gaat, uh, je gaat naar je, uh, een, 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 een zelfgemaakt evenementje toe. Voor alle mensen die fan zijn van Game X. Um, en er staan ook nog wel wat. Er wat, staat een stand van Ubisoft. Maar dat is puur vanuit community, weet je ja. wel? Van... Daar gaat het naartoe. Ik denk dat daar nog steeds een soort van levensvatbaarheid in is. Maar niet in zo'n megalomane, gigantische hal als Cologne. Wat peperduur duur is, ja. dus die zitten nog de hele tijd op die hele dure stands. Um, en maar die locatie klopt ook niet. Dat is het hele ding. Ik bedoel, ah. het, is, het is prachtig zo'n grote hal, maar uh, zo'n hal is ja slaat het, dan helemaal dood. Nou, het is niet sfeervol te nee. krijgen. Dat is heel moeilijk. Dat wat weet je? Ik bedoel, dat is gewoon een 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 een, een vak apart om zo'n hal aan te kleden. Ja. Dat moet je op een bepaalde manier doen. En dan kom je alleen mee weg als het gewoon echt goed druk is en er gewoon heel veel content is. Ja. En dat, dat valt nu weg en dan wordt het dan wordt het pijnlijk. Ja. En dat is ja. Dat is wat er nu aan de hand is. Ik, ik, ik denk wat dat betreft, ik, het klinkt heel stom, maar ik, um, ik, ik denk dat je hebt altijd een soort uh, uitgesteld effect hebt. We mm -hmm. hebben dat vroeger. Ik heb dat voor het eerst gezien bij Call of Duty games. Wij deden altijd die Call of Duty lanceringen weet ja. je, van die games. En dan bij de mediamarkt in Rotterdam, vaak weet ik veel. En uh, wat je dan zag, is dat die games, die waren eigenlijk elk jaar slechter. Mm -hmm. En dat je op een gegeven moment... weet ik, ik weet nog goed, dat ik op een gegeven moment dacht van... wauw, het is eigenlijk verbazingwekkend... dat die game nog zo goed verkoopt. Voor mm -hmm. Als je kijkt hoe slecht die werd. Weet je kwam een Black Ops uh, tijdperk binnen. En um, toen was het... Uh, uh, toen viel het me op dat je eigenlijk... het jaar erop zag dat die slechter verkocht. Dat het volgende deel slechter verkocht. Dus een, een, een slechtere game die, die, die weet je, Een game haalt zijn verkoopcijfers gebaseerd op wat de franchise in het verleden heeft gedaan, niet op hoe goed die game op dat ogenblik is. Mm -hmm. nee, dat is echt opvallend. Je zou zeggen dat iedereen de review gaat lezen. Nee, iedereen gaat hem kopen. Want de vorige was toch ook vet. En dan kopen ze hem. En dan van: ah, nou, ik vind hem eigenlijk best wel kut. Nou, dan kopen ze hem volgend jaar niet meer. En dat, datzelfde heb je bij dit soort evenementen ook. Ja. Weet je, dat je zoiets hebt van: oké, okay, mensen geven het de kans, gaan erheen hebben een, uh, uh, ja, een, een, een teleurgestelde ervaring of, of ja. een negatieve ervaring... en die hebben dan gelijk zoiets van... nou, weet je wat, ik, um, ik, uh, ik ga volgens jou ook niet meer. Nee, dat... ja, ze, ze hebben inderdaad aangekondigd... Uh, 23 tot 27 augustus 2023 dan zijn ze er weer. Maar ik, ik geef jou helemaal gelijk, want uh, op social media... Um, als het dan positief was, was het altijd... het was wel gezellig of ik heb best wel een paar leuke mensen ontmoet... of uh, het was leuk in de kroeg daarna, weet je wel, dat ja, soort dingen. Ja. En... Um, dat heb ik ook. Ik bedoel, als jij een kaartje koopt voor iets... en het, datgene waar je het kaartje voor koopt is kut... dan probeer je altijd toch nog om het ergens gezellig te maken. Bijvoorbeeld daarna of... Eh, het, is wel, het was wel leuk met vrienden met elkaar, weet je wel. Dat snap ik ook wel. Maar de volgend jaar... Hmm. Ga je er wel, ga je wel twee keer over nadenken? En het gaat, niet, het gaat niet groter worden dan dit. Ik bedoel, ik zie PlayStation, ik zie Nintendo, ik zie EA, ik zie Activision, die grote partijen die belangrijk zijn. Die nog budget hebben om die hele grote stands neer te zetten. Die zie ik gewoon niet terugkomen, want ze gaan nu ook weer hun eigen evenement. En ze doen het er wel sneaky allemaal net een beetje na. Weet je? Dat is eigenlijk nog kutter, want vroeger deed Sony zijn PlayStation had altijd zijn evenement tijdens de Gamescom. En IE had ja. een, een aankondiging. Doe ze allemaal niet meer. Nou, dus dat het, geeft wel weer aan. Dat doet er niet meer toe. Het dat doet dus... er echt niet meer toe. Nee. En dat maakt het lastig. Ik vind dat best wel pijnlijk, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik Ff... toch het idee heb van. Maar is dat uh... niet vooruitgang? Of, of zoals, zoals het leven is, dat op een gegeven moment het had een functie. En die functie is er niet meer. Namelijk... Ik vind het, de inflatie, dat klinkt. Het past ja. namelijk bij van alles moet goedkoper en goedkoper en goedkoper. En wat is er goedkoper dan 12 miljoen mensen bereiken via, uh, via een youtube live? Daar heb je gelijk in. En dat is gewoon uh, dat is natuurlijk het, 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 het argument waar je niet omheen kan. Die beurs is duur. Ik weet zeker dat een grote partij die staat een grote stand... Ik denk dat dat zo tussen de 1 en 5 miljoen kost. Zeker. En wat kost de productie van zo'n livestream? Twee ton? Drie ton? Ik weet het niet. Kan onmogelijk veel duurder zijn, weet je? En het kan ook nog eens een keer veel goedkoper zijn. Ja. We hebben pas shit gezien in die coronaperiode. Ik echt dacht van, nou, dat is gewoon dat een woonkamer was. Nee, Dus wat dat betreft denk ik gewoon, ja, ik ben bang dat wat we hier zien. Dit is onomkeerbaar. Weet Denk je dat het belangrijk is voor de populariteit van, van publishers en hun producten, dat ze uh, toch naar buiten blijven gaan om hun community op te zoeken? Dus dat je wel op Gamescom moet zijn uh, en wel op de Tokyo Game Show met een grote stand, misschien niet meer daar de scoops neerzet. Die tijden zijn een beetje voorbij, maar dat je daar wel gewoon dat je ze verteert, weet ja, je, met denk, goodies niet en eerlijk dat. eerlijk gezegd. Ik bedoel, als ik kijk naar Ubisoft en uh, Skull and Bones, wat is de meerwaarde? Gaat die game daadwerkelijk beter verkopen doordat je daar? Nou, ze hebben in ieder geval meer mensen bereikt nu dan 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 dan, dan je überhaupt. En hadden, die... Maar de ding is, hebben ja. die mensen allemaal een positieve ervaring? Nee, dat weet ik niet. Weet je, ik vraag me af hoe leuk het is om een paar uur in de reis te staan voor Skull and Bones, weet je? Het is en, en beter. En dat is een ander ding natuurlijk. Ja. Ik bedoel, omdat alles online is, heb je alles al gezien. Dus kijk, vroeger had je, je had een soort dynamiek die optrad. We hebben daar wel eens onderzoek naar gedaan, mm -hmm. weet je, dat we ons afvroegen van hoe kan het dat mensen, uh, uh, weet ik veel, in de rij gaan staan voor een kaartje voor First Look, ja. dan in de rij gaan staan om binnen te komen, echt twee uur lang in de rij staan. Dan waren ze binnen en gingen ze zes uur lang in de rij staan om een nieuwe Call ja. of Duty te spelen. En dat was het dan. Nou, het is, uiteindelijk als ze tien uur in de rij gestaan... staan om wat vijf tien minuten misschien Call of Duty te spelen. Waarom? Ja. En um, wat bleek... Uh, ik weet dat David Nieborg... die heeft dat een onderzoek aangelegd. Aan, Hij noemde dat sociaal kapitaal. In zijn afstudeer afstudeerscriptie of iets. En die... Um, um, het, de conclusie was dat mensen investeren tijd... en dat maakt hun een autoriteit op het gebied van het onderwerp waar ze tijd in investeren. Mm -hmm. Dus als jij tien uur hebt geïnvesteerd in, aan wachten totdat je tien minuten ging spelen, dan kwam je hele vriendenkring en iedereen in de buurt die kwam naar je toe, in je hele school, en weet ik wat, die vroeg van, hey, 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 hoe is de nieuwe Call of Duty? Moet ik hem gaan halen? Ja. Terwijl, weet jij veel, je hebt tien minuten gespeeld, weet je Ik bedoel, ja, hij was super vet. Weet je, je gaat ook niet zeggen dat het kut is dat je al die tijd op ging zitten. Nee. En dat effect, dat trad absoluut op. Ja. Alleen, het ding is, op het moment dat je elke, alle content die er is, zeker na zo'n beurs, alles wat die mensen gezien hebben, dat staat nog dezelfde avond staat het online. Het zij door mensen die het stiekem gefilmd hebben, ja. maar in de 9 van de 10 gevallen gewoon door de uitgever zelf. En het effect is weg. Dus er is geen reden meer om 10 uur in de rij te staan voor die game. Want die fucking footage staat gewoon op YouTube. Ja. En dat is het, um, uh, dat was met die persconferenties, met de E3, met al die content. Je hebt alles al gezien. Er is niks nieuws in nee. beurs. En maar ik denk dat dat de echte doodstek is. Ja, maar en toch zit ik een beetje te kijken van, oké, okay, ik bedoel, ik ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat de de, 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 de games komt. Het zal echt nog wel twee drie jaar blijven bestaan. Daar zit daar te veel subsidiegeld en, en belangen achter, weet je? Dat 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 en E3 dat dat komt ook wel weer terug. Maar het zal nooit meer zijn wat het is. Maar wat ik kijk, het moet naar consumenten toe. Daar zit nog wel communities, weet je wel? Mm -hmm. uh, heel ander businessmodel, dus sowieso uh, die stands moeten veel goedkoper gaan worden. Want anyway, maar waarom die publishers zelf ook niet anders gaan denken. Bijvoorbeeld wat ik altijd een goed voorbeeld van. Nintendo deed het eigenlijk altijd heel goed. Op First Look hadden ze altijd kom naar onze stand en je krijgt een unieke Pokémon die niemand anders heeft. Ja, ja, en ja. mensen, ja. die Pokémon fans, hadden daar rustig 25 euro voor over. Ja. Waarom zet je nou een hemelsnaam? Bedoel, ik, ik snap het wel, een Skull en Bones het had een mooi theater, wat ik begreep en dan kon je dan een half uur kijken. Nou, over, over, over een maand staat het online, weet je, kun je het ook zien daar. Wat is daar de toegevoegde waarde van? Uh, bedoel, ze kunnen ook iets met Assassin's Creed doen, weet je wel Van kom als fan daar naartoe en je krijgt iets unieks daar, weet je. Wel? Dus dat je je fans iets mee doet. En, en die omslag is er niet. Ze zetten gewoon die ouderwetse media dingen neer. Ja. Uh, ja maar dat komt omdat die, die evenementen. Ja. Uh, uh, is gewoon nog blijven hangen ja. in uh, ja de jaren 2000 weet je en dat is ja ergens ik bedoel ik heb ook liefde voor dat tijdperk en als ik de evenementen zou moeten doen voor zo'n be bedrijf zou ik ook in die trend gaan denken mm -hmm. maar helaas ik bedoel, je kijkt gewoon naar het bereik van YouTube shit en de engagement ja. en weet ik veel wat. En uh, uh, weet je, 2K doet dat heel goed. Dat je dan, uh, dat deze bij Borderlands al, weet je, en dan zie je een of de presentatie van New Borderlands... en direct allemaal uh, uh, gekochte, afbetaalde Twitch streamers die ingevlogen zijn om die game live te streamen aan de ja. community. Kijk, dat is natuurlijk, dat dat was niet goed uitgevoerd, maar dat was wel. Het idee is wel heel goed. Weet ja, ik zag nu dat alle uh, influencers van NBA, die waren nu oh, in ja. LA of zo, weet ja, je, uit alle landen. En uh, die maken daar weer foto's. Ja, nee, klopt, maar... ja, nee, de, de vraag is van, oké, okay, hoe bereik je je community? En dat is natuurlijk de vraag waar ja. al die uitgevers mee worstelen. Um, en het stomme is dat je in een zoektocht naar die vraag soms wel eens vergeet... Wie is eigenlijk mijn community? Ja. Heb ik wel een community? En dat zie je natuurlijk. Dat is ook een trend je ziet. Het, zeker bij die grote uitgevers. Kijk, NBA heeft misschien wel zijn community. Omdat NBA is de NBA. Dat heeft niks hmm. okay te maken. Tocquey okay, maakt toevallig de videogame. Maar de NBA is heel groot. Maar uh, heeft uh, uh, Skull and Bones een community? Weet je, heeft nee. Ubisoft een community? Ik twijfel. <laughs> heeft Activision een community? Misschien dat Call of Duty wel een. Ja, ja, uh, Warzone, weet ik wel. Dat, dat soort games hebben vast wel een community. Maar, ja. Waarom doe je daar niks mee? Maar doen ze niet? Maar ik Was, weet, ik bedoel voor, voor jouw zoon die groot Nintendo-fan was geweest, uh, als daar een Nintendo-stand was geweest waar hij een aantal unieke dingen had kunnen ophalen op zijn switch, was waarschijnlijk zijn hele dag goed geweest. Ja, natuurlijk. Ja, Minecraft, de excitement zoiets. van vijf dagen van tevoren, al van oh, ik bedoel, dat gebeurt niet meer. En dat, dat vind ik jammer, Dan komt er allemaal e-sports. Ik vind het, het is leuk e-sports, maar het is afstandelijk, weet je, je kunt niet meedoen, uh, je kunt dingen kopen, maar dat kun je online ook. Het, de toegevoegde waarde is gewoon langzamerhand weg. En um, de industrie ziet dat ook. Dus... Ja, afsluiten. Ik, 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 ik denk dat we het eigenlijk allebei concluderen: dat dit ja, zware tijden zijn. Ik bedoel, we halen er echt nog wel leuke content uit. Daar zijn we goed genoeg voor. Maar voor mensen die er naartoe komen, ja, het is niet meer wat het was. En op een gegeven moment. Is de vraag of moet, je, of moet je dan als bedrijf blijven vasthouden aan iets wat niet terugkomt? Nee, gaan... laten la, we eerlijk zijn, ja. het, het kan niet meer. Deze, deze ah. beurzen, we hebben deze conclusie naar de E3 getrokken. Ja. Nu kunnen we hem trekken naar afloop van de GamesCom. Uh, ik geloof dat er dit jaar twee grote beurzen in Nederland zijn. Ik weet het niet eens, eentje al geweest, dacht ik. Nou ja, ah. oktober en Ding, ik, 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 ik lees er nog helemaal niks van. Nee, het leeft voor gemeten, weet ah. je. En, uh, en je gaat gewoon al die partijen gaan omvallen. Weet je ja. en ik weet niet hoe het zit met de Paris Games Week en de, de in Londen is Ja, EGX wat... is er dan nog wel wat, maar ja, allemaal hetzelfde probleem. Maar Ze vullen het met Maar dat bedoelt, whatever. Het wordt, het wordt allemaal kleiner en kleiner en kleiner en het is dan op een gegeven moment wordt het pijnlijk. Ja. Bij Gamescom heb ik nu het idee van nou goed dit was wel pijnlijk. Het kan nog een stapje pijnlijker. Dat zal <laughs> ja. volgend jaar wel gebeuren. Ja. En dan op een gegeven moment is het weg. Ja, waarschijnlijk dus... hebben ze bijvoorbeeld een contract van vijf jaar met zo'n beurs, weet je. Om de, ja, dan de dan beurs kunnen het... messen zitten erin. Zit zelf in oké. Ja. Okay, dus ja. Dat, is, ja. Uh, uh, dat zie je dan gebeuren. Maar goed, ja. neem niet weg. Ik denk eerlijk gezegd, uh, de hele gamesindustrie, alles en iedereen bij elkaar, ze moeten zichzelf opnieuw uitvinden. En of dat nou digitaal is of dat in fysieke vorm ja. is, uh, uh, het maakt niet uit. Maar er moet vernieuwing zijn. Op dit ogenblik, de enige vernieuwing die ik zie, is al uh, uh, zeker. Zeker 6, 7 jaar oud. En dat is Pax. Mm. Pax doet het goed. Uh, we hebben ook een, een dergelijke trend gezien in die kleinschalige uh, niche uh, Nerd evenementen Weet je, een zoals, zoals de Comic Con. Maar ja. daar had je allemaal kleine spin-offs van. Superhelder Con en zombiecon. en weet ik wat. Vooral in Amerika had je dat. En ik had zoiets van, ja, dat soort dingen zijn heel leuk. Omdat je dan ontmoet je lokale ja. uh, 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 fans. Uh, uh, en dat werkt. En ik denk dat die. Ja, weet je, ik, zie, ik moet je eerlijk zeggen, ik zie het uh, bij podcasts, zie je het gebeuren. Zelfs grote podcasts, die hebben steeds meer meet-ups. Mm. Dus zelfs een grote Amerikaanse ja, nee. meetup. Een grote Amerikaanse podcast, heeft heel veel lokale meet-ups. Ja. En ik denk wat dat betreft, misschien moet. Uh, 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 moeten uitgangspunt ja. naar dat model gaan. Nee, nee dat gevoel heb ik wel, hoor. Als Ik het een beetje zo af en toe spreek met mensen dat het misschien die, die grote evenementen gewoon te duur zijn en niet handig, maar dat je je community is nog steeds belangrijker. Dat je op zoek gaat naar je hardcore community ja. en dat zijn er dan een paar honderd die worden gefeteerd en die gaan dan thuis je vertellen, ah fucking, hell, ik ben, ik heb dit gedaan en dat. Nou, dan wil ik volgend jaar ook bij zijn, dus dan moet ik nog meer die games spelen. Bla. Dat zou kunnen zijn, maar dit soort zaken, um, ik ben er niet geweest, um, moet ook niet eerlijk zeggen dat ik het nou ik had het wel leuk gevonden, hoor. Maar ik heb niet echt iets ja, de gemist. Business, heb ik bijvoorbeeld... De businessdagen zijn leuk. Omdat ja. je naar de barbecue kan en dat je voor iedereen weer spreekt. Dat is echt wel leuk. Ja. Maar, maar voor de rest... Uh, ja. ja, we gaan het zien. We gaan het zien.